Ik ben Jade Michiels, ik studeerde biochemie aan de UCLL en mijn bachelorproef gaat over het effect van bakkersgist op vaginale schimmelinfecties. Ik heb onderzocht of dat bakkersgist een goed probioticum kan zijn bij de behandeling van vaginale schimmelinfecties. Probiotica zijn goede micro-organismen, zoals gisten of bacteriën, die de gezondheid van de mens kunnen bevorderen. Ik heb eerst verschillende stadia van vaginale schimmelinfecties onderzocht. Daarbij heb ik gekeken naar 3 verschillende factoren. Als eerste heb ik gekeken naar de groei. Als een schimmelcel moeilijk kan groeien, gaat hij ook moeilijk een infectie kunnen veroorzaken. Als tweede heb ik gekeken naar de vorming van lange draden, filamenten genoemd. Deze filamenten zorgen ervoor dat de schimmelcel kan binnendringen in de menselijke cellen. Als derde heb ik gekeken naar de aanhechting van de schimmelcellen aan de menselijke cellen. Deze factor is essentieel voor een infectie te kunnen veroorzaken. Op basis van deze 3 factoren heb ik de sterkste schimmels geselecteerd voor een tweede deel van mijn onderzoek. Hierbij heb ik verschillende gisten, waaronder bakkersgist, getest of dat zij de groei, de vorming van de filamenten en de aanhechting kunnen onderdrukken. Uit de resultaten is gebleken dat verschillende soorten gist, voornamelijk bakkersgist, 1 of zelfs 2 factoren kunnen onderdrukken. De gist gaat hier in competitie gaan met de schimmel en zal ervoor zorgen dat de schimmel minder groeit en eventueel geen filamenten vormt. De behandeling die vandaag op de markt is, is totaal niet efficiënt. Er is nood aan verbetering, want 3/4 van de vrouwen wereldwijd heeft hier last van, wat echt wel een hoog cijfer is. Daarbovenop kan de infectie uit de hand lopen en dodelijk zijn. Ik ben een vrouw, ik heb het zelf al meegemaakt en daarom vond ik het belangrijk om dit te onderzoeken. Het is een heel moeilijk onderwerp, maar het moet bespreekbaar worden.